Bert Chamar begon 2011 met klierkoorts. Kwalificatie voor Hawaii was verder weg dan ooit. Het was eigenlijk in maart. Ja, dan zijn ze 6 maanden platte rust, als je geluk hebt. En na 2 maanden was ik al terug bezig. Dus zie je dat een klein wonder misschien. Hè. Door de snelle recuperatie kon Bert Chamar zich in extremis plaatsen voor Hawaii door zijn 3e plaats in de Ironman van Canada, nog maar 2 weken geleden. Hawaii wordt zijn 3e volledige triathlon in 2,5 maand. Nu is het gewoon zaak van twee weken nog heel hard te trainen. En als ik dat goed overleef, dan ben ik ervan overtuigd dat ik heel goed aan de start ga staan in Hawaii. Ik voel me mentaal ook heel fris, ik heb er heel veel zin in. Dus ik ben ervan overtuigd dat ik in topconditie aan de start kan staan in Hawaii. En wat is dan de ambitie? Dat is altijd een moeilijke vraag. Ik ben al 12e geweest, dus ik zeg altijd, ja, dan moet de ambitie top 10 zijn. Maar ik weet dat ik top 20 is sowieso een goed resultaat. Vorig jaar was Chamar helemaal leeg, niet eens bij de beste 50 in Hawaii. En ook voor Sophie Goos was 2010 een editie van pijn en teleurstelling. In haar eerste Hawaii moest ze opgeven met een geblokkeerde rug. Dat is vergeten. Hawaii blijft de afspraak van het jaar. Ja, Hawaii is zeker het belangrijkste. Dat is een beetje zoals de Tour de France bij de wielrenners. Daar draait het allemaal om bij triatleten. Iedereen wil naar Hawaii. Dat is ja, de crème, de la crème. Staat daar ook aan de start. Het zijn alle beste en het is echt een heel bijzondere wedstrijd. Zeker van sfeer. Na haar overwinning in Antwerpen en een 3e plaats in Texas, vertrekt Sophie Goos vol vertrouwen en ambitieus naar de andere kant van de wereld. Top 10, daar hoopt ze op. Ik weet nu wel wat het is om de wedstrijd daar te doen. En, ik heb ondertussen ook wel nog in Texas bijvoorbeeld, stonden ook wel heel wat vrouwen aan de start die al top 10 zijn geweest in Hawaii. Dus ik weet in principe ook wel, als ik een goede dag heb en zij hebben een iets minder dag, of alles zit mee bij mij en bij hun niet, dat ik hun zeker wel aan kan. Dus ja, ik ga eigenlijk zonder complexen naar daar.